Nu het jaar ten einde loopt, kijk ik terug op alles wat God heeft gedaan en hoe dankbaar ik ben voor jouw aandeel hierin. Jouw vrijgevigheid heeft het leven van veel mensen verbeterd. Dat spoort me aan om door te gaan. Het geeft de mensen die je helpt nieuwe hoop. En ik bid dat het jou met blijdschap vervult. Voor mij is vrijgevigheid de enige manier om gelukkig te blijven. Als ik niets voor andere mensen doe, ben ik in feite veel te veel met mezelf bezig. Samen hebben we dit jaar veel bereikt. En het raakt me diep om hoop in iemands ogen te zien die geholpen is. Bedankt voor jouw gebeden en jouw gulle steun. Het nieuwe jaar staat voor de deur en de nood in de wereld komt steeds dichterbij. Hoe reageren wij hierop? In de Bijbel staat dat we het kwade overwinnen door het goede. Ik ben ervan overtuigd dat hoe slechter de toestand in de wereld wordt, hoe meer goeds wij zouden moeten doen. Daarom wil ik je vandaag uitdagen. Doe goed in het leven van anderen en je zult zien wat het doet in je eigen leven. Nu is de perfecte tijd om het te doen. Jouw eindejaarsdonatie helpt mensen over de hele wereld. Is dat geen mooie manier om het jaar af te sluiten? Door te geven aan anderen? Jouw steun maakt zoveel mogelijk. Onze tv-uitzendingen, onze podcasts, al ons online werk en onze humanitaire hulp. Met jouw donatie help je meer mensen in nood en verlicht je meer menselijk leed dan jij je kunt voorstellen. Laten we groot denken en juist in deze tijd zoveel mogelijk mensen bereiken. Steun ons nu online op joyce-meyer.nl/doneer. Dank je wel voor je hulp. God zegen je.